Welkom bij Yoga met Milou. We doen een speciale yoga workout voor je nek, je schouders en je bovenrug. Dus voel je dat die een beetje vastzitten, dan ben je hier bij het juiste adres. In slechts 20, misschien 23 minuten gaan we dat helemaal fixen. Doe mee! Superleuk dat je op play hebt gedrukt. Ik heb weer een nieuwe video, jongens. Ja, je gaat lekker lullen, ja? Superman. Je bent lekker bezig. Lalalala. Opnieuw. Heel goed. Niks meer aan doen. We gaan gewoon beginnen. Kom lekker comfortabel zitten op je mat. Dus dat kan zijn zoals ik zit. Misschien wil je wel een halve lotus gaan zitten. Een hele lotus. Maakt allemaal niet uit zolang jij maar beide zitbordjes voelt in die mat of in de grond. En als je dan lekker zit, dan sluit je heel even de ogen. Dus doe maar met mij mee en sluit je ogen. Of kijk naar een punt voor je op de grond als je niet houdt van je ogen sluiten. En dan beginnen we deze yoga practice met langzaam de schouders naar voren. Omhoog. Naar achter en naar beneden te brengen. En dat doen we met onze adem. Dus adem volledig uit. En dan adem je in en dan breng je schouders weer naar voren. Omhoog, naar achter en naar beneden. Dat doen we nog een keer. Schouders naar voren, adem in. Omhoog en adem uit. Schouders naar achter en naar beneden. Nog één keer, adem in. Schouders naar voren. Omhoog, naar achter en naar beneden. En dan breng je rustig je rechteroor naar je rechterschouder. En dan voel je waarschijnlijk een stretch aan de linkerkant van je nek. Laat gewoon zwaartekracht zijn werk doen. En blijf rustig doorademen. Probeer niet als een zoutzak in elkaar te zitten, maar probeer je rug lekker recht te houden. Wervel voor wervel omhoog. En dan adem je volledig uit. En dan kom je terug naar het midden. En dan breng je linkeroor naar je linkerschouder. Dan voel je een stretch aan de zijkant van je nek, aan de rechterkant. Probeer vooral ook die rechter schouder te ontspannen. En dan adem je weer uit en kom je terug naar het midden. Dan gaan je armen en je handen achter je lichaam. En dan pak je met je rechterhand je linker pols vast. En daar trek je een beetje aan. En terwijl je daar aan trekt, gaat langzaam weer je rechteroor naar je rechter schouder. En kijk dan of je misschien wat meer stretch voelt in je nek aan de linkerkant. Probeer nog steeds zo recht mogelijk te zitten. Terwijl je ook ontspanning probeert te zoeken in die nek, terwijl daar stretch op zit. Adem dan uit en kom rustig weer terug in het midden. Laat je de achterkant je handen weer even los. En dan pak je met je linkerhand je rechterpols. En dan trek je weer even aan die rechterarm. Terwijl je linkeroor naar je linkerschouder brengt. Je mag hierbij nog lekker je ogen gesloten houden. Probeer naar binnen te keren. En op je volgende uitademing kom je terug in het midden. Laat je armen los. Laat je armen gewoon waar ze wil naast je lichaam. En dan sluit je nog heel even de ogen. Hou ze gesloten. En dan mag je ervoor kiezen om je handen of op je knieën te plaatsen. Of misschien wil je wel je rechterhand op je buik, linkerhand op je borst.
En dan voel je even wat er gebeurt als je ademt. Voel hoe je lichaam beweegt op elke in- en uitademing. En adem je in door je neus en uit door je mond. Nog een keer in door je neus en uit door je mond. Adem je nog een keer in door je neus en nu breng je schouders omhoog. En uit door je mond breng je schouders naar beneden. Helemaal naar beneden, zo ver als je kunt. En adem in door je neus, breng je schouders helemaal omhoog. Schouders richting de oren. En schouders naar beneden. Nog één keer adem in. Schouders omhoog. Zo hoog als je kunt. Kijk of je met je schouders je oren kunt aanraken. Waarschijnlijk kan het niet, maar dat maakt niet uit. Blijf het gaan proberen. En adem uit. Breng je schouders weer helemaal naar beneden. Beeld je in alsof je je schouderbladen in je broekzakken steekt. En dan mag je langzaam je ogen openen. Als je je handen op je borst en je buik had, laat je je handen weer naast je liggen. Dan adem je volledig uit en als je inademt, cirkel je de armen via zij omhoog. Dan gaat je linkerhand richting de rechterkant. En als je wil, kun je je arm buigen van je rechterhand voor een iets diepere stretch. En als het goed is, voel je een stretch aan de linkerkant van je bovenlichaam. Dus reik helemaal naar die zijkant. Steeds als je uitademt, probeer dan iets meer stretch op te zoeken. En voor je laatste ademhaling mag je ook een beetje die arm openen. Draai je borst richting het plafond. En adem één keer in. En op je uitademing kom je terug in het midden. Adem je weer in. Cirkel die armen via zij omhoog. En dan gaat je rechterarm naar de linkerzijde. Dan voel je nu die stretch aan de rechterkant van je bovenlichaam. Nou, als je wil kun je weer buigen door je linkerarm. Misschien wil je lichaam wel helemaal richting die mat brengen. Door zelfs je elleboog op de mat te leggen. En als het goed is voel je dus een stretch hier aan de zijkant van je rechterflank. En op je laatste ademhaling breng je die borst open. De borst richting het plafond. Adem je uit. En adem je in. Kom je omhoog. En adem weer uit. Adem dan in. Cirkel de armen via zij omhoog. En leg je linkerhand op je rechterknie voor een twist. Kijk naar de achterzijde. Voor mij naar de muur. Maar ik weet natuurlijk niet wat jij ziet. En op je inademing maak je jezelf helemaal lang. En op je uitademing twist je iets dieper. Inademing maak je lang. Uitademing twist iets dieper. En kom maar terug naar voren. Adem uit. En adem in. Cirkel die armen weer via zij omhoog. En plaats je rechterhand op je linkerknie. Linkerarm achter je. En dan kijk je over die linker schouder naar achter. Twist aan de andere kant. En dan kom je weer langzaam terug in het midden. Dan cirkel de armen weer via zij omhoog. Dan vouw je je linkerarm om je hoofd heen. Dat je linkerhand pakt je rechteroor. Dan ga je je hoofd langzaam tintel je naar de linkerkant. En wat je dan doet, is je rechteroor duw je in je linkerhand. Dus geef maar tegendruk voor 21, 22 en dan ontspan je weer. Dit heet de PNF stretch. Wat je doet, is je voelt er spanning op. Weer druk maar met je oor tegen je hand en ontspan. Nog één keer. Druk met je hand tegen je oor.
En ontspan. Waarschijnlijk voel je dan nu al meer ruimte in die nek. Kom dan langzamer terug naar het midden. En dan gaat je linkerarm weer via zij naar beneden. Dan hebben we natuurlijk ook de andere kant. Dus dan gaat je rechterarm via zij om je hoofd heen. En dan breng je langzaam je hoofd naar de rechterkant. En dan duw je weer, nu met je linkeroor, in je hand. 21, 22 en ontspan. En doen we nog een keer. Duw een beetje hand in je oor. En ontspan. Allerlaatste keer. Duw met je hand in je oor. En vooral met je oor in je hand. En voel dan of je meer ruimte hebt. Of je hoofd meer naar de rechterkant kan buigen. En dan kom je terug naar het midden. Goed gedaan. En dan adem je weer uit. Adem je in, cirkel je arm weer via zij omhoog. Dan verstrengel je je handen. Dan plaats je je handen achter je hoofd. En dan beeld je in dat je rug zo lang mogelijk maakt. Alsof er een touwtje zit aan je kruin. En dat touwtje zit aan het plafond. En dat trekt je omhoog. Omhoog, omhoog, omhoog. Tot je niet verder kunt. Dan breng je langzaam je ellebogen naar achter. En dan beeld je in dat je over een hekje gaat. Met je hoofd en je bovenrug. Een kleine backbend. Blijf rustig doorademen. Schouders naar beneden. Buig naar achter. En blijf hier nog voor één tel. En kom langzaam terug. Gaan we nog een keer. Maak jezelf helemaal lang. Adem in. Beeld je in dat je zo lang mogelijk bent. Je bent de langste persoon die je kent. Voel dat je hoofd met een draadje vast zit aan het plafond en wordt omhoog getrokken. Dan ga je weer naar achter. Over dat hekje heen. Breng je schouderbladen naar elkaar toe. Open die borst. Ellebogen naar achter. Blijf hier nog voor 21, 22, 23. En kom langzaam naar voren. Mag je je handen weer naar beneden brengen. Dan kom je naar all fours. Dus je komt op je handen en je knie. En dan wil ik dat je eigenlijk een beetje laat inzakken. Je zakt in. En wat je dan doet, is je schouderbladen brengen naar elkaar toe. Voel je die schouderbladen tegen elkaar aan. En dan duw je je borst van de mat af. Handen in die mat, duw je borst richting het plafond. En laat weer zakken. Schouderbladen naar elkaar toe. En weer omhoog. Dus je beweegt nu eigenlijk alleen je bovenrug. Dus het is niet ket en kou wat je gewend bent. Maar echt je borst richting die mat brengen. Schouderbladen naar elkaar toe. En breng die bovenrug richting het plafond. Doe het nog één keer. Schouderbladen naar elkaar toe. Zak in. Borst richting de mat. En breng dan je bovenrug richting het plafond. Heel goed gedaan. Dan gaat je rechterarm eerst in de lucht richting het plafond. En dan plaats je je rechterarm onder je linkerhand voor een twist. Ga daar lekker een beetje bij liggen. Je mag je billen in de lucht houden. Of als je dat niet lekker vindt, mag je ook gewoon je billen richting je voeten brengen. Ik vind het altijd lekkerder om mijn billen in de lucht te houden, want dan kan ik wat dieper, een diepere twist maken. Blijf hier nog voor 2 ademhalingen. En duw dan vanuit je linkerhand jezelf weer omhoog. Dan gaat je linkerarm de lucht in. Dan gaat je linkerhand door die ruimte die je gecreëerd hebt, dus onder je rechterarm door. Dan breng je schouderblad weer op de grond. Kijk of je je billen op de grond wil leggen of dat je je billetjes lekker in de lucht houdt. En dan voel je weer die twist in je bovenrug.
Blijf in nog voor één ademhaling. Dus adem diep in. En adem uit. En dan duw je weer met je rechterhand in de mat. Kom je omhoog. Ga je zitten. Op je bips. Voeten op de mat, benen gebogen. Dan rol je langzaam af, wervel voor wervel, tot je helemaal ligt op de mat. En dan breng je je billen richting het plafond. Je handen verstrengel je onder je billen. En dan misschien wil je zelfs je schouderbladen naar elkaar toe brengen. En je brengt die heupen de hele tijd richting het plafond. Je hebt nu een compressie van de rug. Je borst wordt meer geopend. Dus misschien voel je ook een stretch aan de voorkant van je borst. En misschien voel je zelfs wel een stretch in je buikspieren. En we blijven hier nog voor 3 ademhalingen. Dus blijf die heupen naar het plafond sturen. En dan laat je je handen los. Ja, schouderbladen komen weer in neutrale positie. Dan rol je wervel voor wervel. Tot je helemaal op de mat ligt. Dan strek je je benen uit. En dan sluit je even de ogen. Adem je in. En uit. Dan breng je je knieën richting de borst. Maak je even een paar rondjes. Het is eigenlijk meer om je onderrug te masseren. Eigenlijk niet echt voor die schouders, maar je hele rug is natuurlijk ook belangrijk. Dan breng je beide knieën naar de linkerkant. Je rechterarm gaat naar de rechterkant. Misschien wil je linkerarm over je borst leggen. Zodat je beide armen naar de rechterkant hebt. Als het goed is, voel je dan weer die twist. Adem dan in. En op je uitademing kom je terug naar het midden. En dan plaats je je knieën naar de rechterkant, je armen naar de linkerkant. Dan twist je aan de andere kant. Misschien voelt aan deze kant de twist heel anders. Dat is heel normaal. Maar probeer vooral lekker te ontspannen in deze twist. Geef je over. En adem je nog 1 keer in en uit. En dan komen de knieën weer terug in het midden. Plaats je voeten op de mat. Armen naast je op de mat. Strek je benen en dan sluit je nog heel even de ogen. Voor ze vasten. En voel dan wat deze korte yoga practice voor je heeft gedaan. Misschien voel je wel een tinteling ergens in je lichaam. Voel je schouders wat meer ontspannen. En als je hier ligt, probeer dan ook je gezicht te ontspannen. Kijk of je kaken ontspannen zijn. Of je geen frons hebt op je voorhoofd. En kijk ook of je je tong kunt ontspannen. Zodat je alles ontspant. En dan als je wilt, blijf je gewoon wat langer liggen.
Maar je mag ook nu langzaam draaien op je zij. Welke zij je ook wil, hou je ogen lekker gesloten. Duw jezelf langzaam omhoog. Of je mag ook nog steeds blijven liggen hoor. Als je nog ligt, blijf lekker liggen. Als je omhoog bent gekomen, sluit dan nog één keer je ogen. Adem dan in. En adem uit door je mond. Ontspan die schouders, ontspan die nek, ontspan die rug. Nog één keer adem in. En adem uit. Open je langzaam je ogen. Dan wil ik je bedanken voor dat je deze video met mij hebt gedaan. Dan hoop ik dat je meer ontspanning voelt in je schouders, je nek en je bovenrug. Dan hoop ik je heel snel weer te zien op de mat.